Deze week waren we wederom bij de kunstexpositie bij Sus en Zo. Deze week was het de beurt van Birgie. Birgie is een jonge Surinamer die ook zijn kunsttalenten tentoon heeft gesteld. Zijn inspiratiebron is Jinty en samen met Jinty heeft hij enkele kunstwerken neergezet. Nou, ik ben al, hoe lang ben ik bezig? Sinds bijna jong ben ik bezig. Ik ben afgestudeerd van Oe Laterman in 2015. Dus ik ben nu, hoeveel ben ik, 5 jaar bezig. En dan, Birgie is eigenlijk Berghout. Die naam komt van Berghout. Maar ik vind die Berghout niet echt passen meer bij mij. Ik ben een zwarte man. En Berghout is meer van, is een slavenhoudersnaam van toen. Weet je? Dus ik vind het niet echt passen bij mij nu. Dus ik dacht van, hé, laat me liever die Birgie nu gewoon claimen. Ik ben Birgie. Dus dat is die Berghout Birgie. Ik heb schilderijen hier staan, samen met Jinty, de legend Jinty. Weet je, hij is dichter. Veel kennen hem als schrijver, man van het woord. Maar hij is ook beeldhouwer en dat gaat hij vandaag laten zien hier. Dus het is een eer om met hem samen dit te doen. Dus big up Jinty eigenlijk. En ik heb werken hier staan, schilderijen. En misschien één ruimtelijk werk die daar staat. En voor de rest zijn schilderijen. Is Jinty je inspiratie? Jinty is altijd mijn inspiratie geweest, zeg maar. En ik denk voor velen ook. Onbewust en bewust, want hij is een voorvader, een grootvader van de kunst. Op woordgebied of op schildergebied. Dus ik vind hem echt een inspiratie voor Suriname en voor de jongeren van Suriname. Ik werk meer vanuit intuïtie, toch? Dus vanuit skinfeeling. Dus mijn thema's zijn een beetje all over the place. Ik schilder over vrouwen, over mijn leven, over stress, over moeder en een kind. Aan de komst in huis, een beetje politiek wise, zeg maar. Dus zo'n beetje wat me dagelijks inspireert in life. Hier, wat heb ik hier? Ja, dit gaat over processen, toch? Als je goed kijkt, kan je zien. Hier staat Libi voor leri, leri voor Libi. Dat is leven om te leren en leren om te leven. Ik heb dat ook op mijn hand hier staan. Dus het is voor mij een soort van filosofische begeleiding voor mezelf om aan fouten te leren en om door te gaan. Dus je boot stopt nooit. Je boot gaat een beetje schudden. Je boot oboren, je boot oru, snap je dat? Dus, maar die boot blijft gaan als je leert van je fouten. En als je die fouten kan herkennen en dan corrigeren. Dus het gaat meer om een proces in mijn leven. Is dat hier uitgebeeld. Je gaat ook een workshop houden. Oh, hoe gaat jouw workshop eruit zien? Ja, de workshop wordt gedaan met Jinty ook. Toch? We gaan ook intuïtief schilderen. Dus we gaan meer begeleiden. We gaan niet leren tekenen. Het is geen les. Ik ben geen docent. Het is therapie, maar ik ga geen therapie noemen. Ik heb niet voor therapie dingen gestudeerd. Zeg. Ik ben artiest. Maar het gaat meer over therapies. Het gedeelte van therapie ook erbij. Dus we gaan intuïtief werken. En dan op karton. Adrietjes, zeg maar. Adrietjes. Met verf en met pastel. Deze. En dan gaan we dan creëren. Hier hebben we een huis. Een belangrijk huis van de Surinamer, geef je me aan. En ik zie Anton. Soort Anton. Anton de Kom, maar er staat gewoon Anton. Het is gewoon Anton. Want het huis ziet er zo uit voor mij. Ik stond ervoor. Ik dacht, dit is het huis van de vrijheidsstrijder Anton de Kom. Hij is schrijver geweest, heel veel dingen. Maar men kent niet echt veel over hem. En ik ook niet zoveel. Ik vind dat jammer. Dus ik vond het jammer dat zijn huis als monument zo vergaat. Snap je? Dus ja, ik wilde het gewoon uitbeelden wat ik voelde toen ik ervoor stond. En dat men ook ernaar keek om hopelijk iets te doen om het te herstellen. Dus wat heb je gedaan? Je zag het, uiteindelijk zei je van ik ga het beginnen te schilderen en je bent voor het huis gaan zitten. Of heb je een foto gemaakt en van die foto? Ik ben geweest naar voren. Ik heb mensen gevraagd van wie woont hier binnen? Is het nog woonbaar? Mensen zeiden van boven woont niemand meer. Maar dus ik ging gewoon daar een foto gemaakt en dan ging ik naar huis. Ik dacht ik moet dit gewoon uit hoe ik het zag op dat moment. Dat is mijn stem. Ik ga dan gebruiken om dit te laten zien dat men het aan kan pakken hopelijk. Dus dat is het doel erachter, dat men het ziet. Als ze denken van, laten we het huis toch herstellen. Ja. Weet je? Dus, ja. Denk je, hopelijk heeft de familie de comment gehoord. En dan komen ze bij jou langs voor dit kunstwerk. Ja, hopelijk ja. En thank you.